Goedendag, ik groet u allen. Zij het van afstand als gevolg van de strenge regels tegen corona. Maar ik groet u, want over enkele dagen begint de Ramadan. Een belangrijke periode en toch kan ik me goed voorstellen dat u er dit jaar met gemengde gevoelens naar uitkijkt. Want de Ramadan is een bijzondere maand waarin u normaal gesproken zoveel mogelijk tijd doorbrengt met familie en kennissen. Om in gezamenlijkheid het vasten te verbreken met de iftar. Vanwege het coronavirus zullen de Ramadan en de viering van het suikerfeest echt op een andere manier moeten worden georganiseerd. Dat heb ik ook afgesproken met organisaties van moskeeën. Ik roep u allen op om nauwgezet de afgekondigde maatregelen van het kabinet op te volgen. Dat betekent niet of zo min mogelijk bijeenkomen bij moskeeën. En de festiviteiten in huiselijke kring ook echt klein te houden. Dat zal een groot gemis zijn. Maar we zien inmiddels dat samen zijn op allerlei manieren mogelijk is. Bijvoorbeeld digitale samenkomsten. Ik weet dat dat ook is gebeurd bij Pesach en bij Pasen. En dat zou bij de Ramadan ook moeten kunnen. Zijn er geen digitale middelen voor handelen, stuur dan een brief of een foto aan elkaar. Tegen jongeren zeg ik, wees verstandig en blijf ook na zonsondergang binnen. Ook tijdens de Ramadan. Een oude uitspraak luidt dat het gemakkelijk is om dapper te zijn op een veilige afstand. Voor de coronatijd was dat natuurlijk spottend bedoeld. Maar nu roep ik u op om juist dapper te zijn. En die veilige afstand van 1,5 meter te bewaren. Dat hebben we nodig voor de kwetsbaren in onze samenleving. Voor de ouderen en de mensen die al een ziekte hebben. Dat moet ons verbinden. Dat opkomen voor die kwetsbaren. Laten we dat doen. Alleen samen krijgen we het coronavirus eronder. Ramadan Mubarak.